Wij zijn hier vanmiddag om kerstseizoen festival te vieren met allen. En om zo goed mogelijk en gezellig een informatieve dag of middag te krijgen. Want er zijn voorlichtingen over vrouwen genitaal vernietigen. Er zijn voorlichtingen over kinderen mishandelen. En er zijn muziek. Wij hebben ook lekker eten. Wij hebben van alles vanmiddag. Zo, er wordt zeker geen saaie middag. You know, the art of living is not entering a room with the doors open and a red carpet. That's not the art of living. That's absolutely not the art of living. The art of living is to enter a room, you know, from the keyhole which you have, the smallest hole which there is, because then it makes you humble. And humbleness means that you are able to make the difference. And let's start making the difference now for ourselves, for this beautiful city, for our communities, but indeed for those who are going to come after us. Because our duty is to pass his life, as it was written there. So, to do it for our children. Het is mij een eer en genoeg om hier te zijn. Ik ben erg blij dat ik iets mag ondertekenen over de genitale verminking. And I really hope that what I have said today, please, een klein beetje aandacht eraan geven. Dankjewel en have a wonderful day. Oké, dank en have a geweldig feest. Fantastische kerstdagen toegewenst. Een mooi uiteinde en een geweldig 2011. Oké? Keep the fire burning. Thank you very much for what you've shared, also on a personal level. And I really hope that we are going to make a difference, as the Wethouder has said. It touched on a lot of issues. Those ones who do not understand Dutch, the Wethouder will make sure you go on the integration course so that you can understand. And in the meantime, I hope you will make the video and put some undertitling, because we really want people to be moving, like he said. And if you look at him, at 48, I must say he looks really wonderful. We zien de kinderen ook bij ons op de polikliniek. En het belangrijke is dat een kind wat dat zijn kinderen die mogelijk mishandeld zijn. En dat moet natuurlijk wel in een kindvriendelijke omgeving gebeuren. En wij denken dat een ziekenhuis daar niet de aangewezen plaats voor is. Het is niet belastend voor kinderen. De gesprekken met ouders en de artsen die worden naast het kind gevoerd. Verpleegkundigen. Neemt het kindje mee om te spelen en eventueel te vragen wat er gebeurd is, maar dat hoeft niet. Ja, ik heb ook een docent gehad dat zo'n mannetje jonger hebben gewoon een reflectie, snelle reflectie gewoon. Ze kunnen snel reageren gewoon. Ja. En dat moeder gaat elke keer. Thuis heeft ze geloven, dat is op slaap. Ja, dat zie je vaak voor gewoon. Dus, ja. Het is gewoon voor ons en ja, ouders, de intentie is niet mishandeling. Maar de tekst is correct te geven, maar wat ze doen is gewoon. We gaan het dus hebben over meisjesbesnijdenis. Meisjesbesnijdenis, wat is dat nou? Dat is het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de externe vrouwelijke geslachtsorganen. Maar ook ander letsel aan deze organen aanbrengen zonder dat daar een medische oorzaak voor is. Er is dus ook geen medisch nut voor. In principe komt het erop neer dat we gaan snijden in een gezond lichaam.
Verder wordt het ook wel afgekort als VGV, vrouwelijke genitale verminking. En ik vind dat een juistere benaming, omdat dat veel meer de lading dekt. Het gaat immers om een verminking die wordt aangebracht. Maar ik heb een vraag aan jullie, mensen die bijeenkomst organiseren. Wat doen jullie namens Nederland om die landen die waren actief in mensen, de dames, de zogenaamd leven te stoppen? Wat doen jullie om die mensen te helpen? Jullie zitten hier, wij zitten hier, maar die oorzaak is daar. Wat doen jullie dan? Female genital mutilation. So, please, on behalf of everybody here, I'm going to present this. Beter kijk hem niet hoor. This declaration to our event order, Mr. Rabin Badis. Levend Afrika, jouw schatten zijn niet het goud, door de primitieven uit het Westen zo begeerd. Het zijn jouw mensen, talen, culturen en tradities. Sta op, Afrika, sta op. Mensen van Afrika, toon uw kracht. Geloof in uzelf, uw cultuur en traditie. Behoud, bewaak en koester deze schatten. Levend Afrika, hier, nu. Ver van uw geboorteland, vergeet uw wortels niet. Geen boom kan zonder, de dood is zijn lot. Uw oorsprong, geschiedenis, traditie en cultuur. Geven zoveel sapstromen die voeden. Aanzetten tot groei en bloei. Sta op, Afrika, levend Afrika. En u zult de wereld voeden met uw vruchten. Levend Afrika. Thank you for coming, and I'm looking forward to seeing you, everybody, next year.